Welkom bij. Games 93. Hallo bij Ustram 93. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Grid. Yeah! Jongens, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Grid. Vandaag gaan we weer verder met de Grid World. Voor mensen die nou niet weten wat de Grid World is, we gaan gewoon de wereld in van Grid. En we gaan er vandaag weer voor zorgen, zoals altijd, dat de finish bovenaan gaat staan. Hoe gaan we dat doen? Nou, natuurlijk door een race event te voltooien. 24 hours of Le Mans. Is a 24-hour race on one of the world's most challenging circuits, the prestigious Circuit de la Sarthe. Cars in the event are divided into four classes, with prizes being awarded for winning your individual class and the race overall. The race takes place at the end of every season, and winning it is the pinnacle of any driver's career. Nou, jongens, ik had verwacht dat we een race event vandaag gaan doen, maar we gaan vandaag denk ik de 24 hours du mans, de 24 uurs race doen. Hierbij is het niet de bedoeling dat we winnen. Of ja, het mooiste zou zijn natuurlijk als we winnen. Maar ik ga er niet vanuit dat we winnen. We hebben dit al vaker gedaan, we hoeven niet per se te winnen. Dus eigenlijk racen wij vandaag gewoon de race uit. We gaan gewoon waar de finish voor staat racen vandaag. We gaan gewoon waar het voor staat racen. Naar de finish toe. We racen gewoon van hup naar her naar finish. Gaan we doen. Ja, dan al eerst, wat gaan we doen? We kunnen met een Chevrolet Corvette, een Lamborghini of met een Salane. Als ik mag zeggen, ik denk de Chevrolet. Waarom de Chevrolet? Ja, dat is denk ik de meest de auto waar ik het vaakste mee gereden heb. Volgens mij hebben we het vaakst met de Chevrolet gereden, jongens. Dus ik denk dat we deze gewoon gaan doen. 13 kilometer, wow, ik vind het wel goed. Top speed, brakes. Oké, grip is wat minder. Acceleration, mooi, is goed. Hij kan goed snelheid en hij kan goed remmen. Acceleration valt wel mee. En grip ook. Dus dit is echt een auto die heel erg remmen voor de bochten. Maar als je eenmaal rechtdoor kan, moet je hem vol pompen en doorrijden. Oké, nou, gaan we doen. Kijk, ja, jongens, voor de mensen die nieuw zijn, ga ik dit nog eventjes vertellen. Waarom spelen we nou op Basic? Want normaal spelen we altijd normaal. Waarom spelen we nu op Basic? Heel simpel, we hebben een handicap in deze game. Je ziet namelijk Flashbacks Available 5 daaronder. Nou, ik persoonlijk kan geen flashbacks gebruiken. Waarom niet? Omdat de flashback knop precies dezelfde knop is als mijn opnames aan- en uitknop. En dus gaat het niet. Jongens, daarom hebben wij dus geen flashbacks en spelen we op Basic. Zo proberen we even een balans te creëren met die handicap. Maar goed, laten we de 24 uur race doen. We hoeven niet eerste te worden. Vind ik wel een keer lekker. We gewoon kunnen racen zonder al te veel stress. Gewoon racen om te racen. We kunnen gewoon rijden. We hoeven niet eerste te worden. Gewoon rijden naar de finish. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar goed, we gaan er nu niet om. Het gaat er nu niet om wie of wat eerste wordt. Dus ik moet wel heel goed opletten. Maar wie nou eerste wordt, dat mag me een zorg wezen. Oké, dat ging bijna verkeerd. Mijn grootste probleem bij dit soort racen is, aangezien de races zo lang duren, dat mijn A-wagen het meest kapot gaat. Daar hadden we de vorige keer ook enorm last van. Daarom dat we verloren toen. Ik weet trouwens niet of ons teamgenoot er vandaag is. Als hij er is, is het heel goed. Als hij er niet is, maakt het mij niet uit. Ik denk dat we voor deze gozers moeten blijven. En dan hebben we, zeg maar... Ja, zie je?
dan hebben we in onze klas alles goed staan. Nou, ik kan nu het linker vlak pakken, maar ik zag deze bocht al aankomen. Dus ik rem wat ik remmen kan. Hoppakee, naar achteren jij. Nou, ik ga met deze wagen, we kunnen met deze wagen echt geen volume 1 auto's inhalen. Echt niet. We kunnen echt geen volume 1 auto's inhalen. Maar dat kunnen we inderdaad wel. Onze klas, squad of klas, leader. Oké, wat maakt deze auto trouwens zo'n lawaai? Oké, dat soort bochten moet ik dus oppassen. Maar ik vind het op dit moment nog niet zo slecht gaan. Maar het gaat waarschijnlijk nog veel slechter, jongens. Dus ik zit gewoon op het moment te wachten dat het verkeerd gaat. Maar ja, voor de mensen die zich afvragen hoe lang duurt zo'n race, check de tijd even linksboven. Daar staat precies hoe lang we nog moeten rijden van die 24 uur. In dit geval nog 20 uur. Maar ja, weet je, ik ga niet zoveel op die tijd letten. Dus als jullie dat nou doen, hoef ik dat niet te doen. Ik ga wel letten op de weg. Dat lijkt me iets handigs wat ik kan gaan doen. Oké, we zijn een beetje ingehaald. Maar dat vind ik niet erg. Nou, niet meer. Het is een heel vervelend tikje. Maar ja, hij wil me insluiten. En ik moest toch echt uit die greppel proberen te komen. Of uit die... uit het gras, laat ik het zo zeggen. Dus in dat geval krijg je hem terug. Eigen schuld, dikke bult. Oké, zo erg moet ik niet remmen. Ik moet niet stil gaan staan. Dat is weer iets te overdreven remmen. Oké. En hem moeten we inhalen. Oké, ik let helemaal niet zo goed op. Ik moet dat wel doen. Oké, dat was iets te veel geremd. Maar ja, iets te veel remmen is op dit moment niet schadelijk. Oké, vol gas. Ja, daar gaan we allereerst sowieso voor. Maar waar we ook voor gaan... Oké, jongens, het is misschien heel vervelend, maar we gaan deze race gewoon even restarten. Dit is de enige keer dat we dit gaan doen. Maar ik zat op een gegeven moment echt totaal niet op te letten. Ik wil dit namelijk niet vaker starten, aangezien dus de plaats niet zoveel uitmaakt in deze race. Je vindt toch sowieso welke plaats je ook bent. Maar het ding is natuurlijk dat je wel moet uitrijden. En als laatste rij ik hem niet graag uit. Oké, weer vol gas bakken. Ik heb even afgeremd toen ik op het gras zat. Volgens mij is dat de nummer 1 in onze class. En die Formule 1 wagens, dat hoef je niet eens te proberen. Die haal je niet in met deze wagen. Want die rijden zo'n 350 km per uur. Volgens mij. Of 300. En wij rijden... En dan rijden hun echt 500 km per uur. Het lijkt me een beetje trouwens niet echt dat wij 340 km per uur rijden. Dat lijkt me een beetje onmogelijk. Aangezien de snelste auto dat nog niet eens kan rijden. Zeg tenminste... De snelste Lamborghini... Kan niet eens die 300 aantikken. Laat staan de snelste Chevrolet. Vind ik goed. Was de bedoeling. Maar goed, nu meteen weer afknijpen. Want we hebben gezien hoeveel goeds dat brengt. We gaan gewoon lekker racen. Gewoon eventjes lekker rijden. We gaan niet zoveel ons zorgen maken over de plaats en wie ons inhaalt. We gaan gewoon lekker rijden. Dat mag ook wel een keer. Gewoon eventjes rustig rijden. Of nou ja, rustig is een ander woord. Gewoon lekker rijden. Rustig gaan we nu echt niet doen. Want 330 km per uur is niet rustig.
Dat is het tegenovergestelde van rustig. Dat is heel erg hard. Maar goed. Kijk, 30 km per uur. Ja. Dat zou rustig zijn, maar goed. Dat, zelfs als we bijna stilstaan, rijden we geen 30 km per uur. Dus rustig rijden we niet. Oké. Oké, dat was... Ik gleed bijna uit. Dat was even... een vervelend dingetje. Oké, nou, vierde in onze class. Dat is jammer dat ik daar een beetje uitgleed. Maar goed, zoals ik al zei, we gaan ons niet zorgen maken over onze plaats. Dat ga ik nu echt niet doen, vandaag. Oké. Gozer, wat ga jij nou doen? Als je in een zandbak wil spelen, moet je dat thuis doen. Niet op deze racebaan. En dit soort bochten zijn vervelend. Want het is te erg om te remmen. En stilstaan is ook niet goed. Oké, okay, door die glitchy textures dacht ik dat we tegen die muur aanrijden. Ja, de plaats boeit me niet zoveel meer. Dat had ik net ook al gezegd. Wat me nu heel erg boeit, is dat lekker naar de finish toe rijden. Dat wordt trouwens donker. Dat maakt het niet beter. En weer door. Jongens, we gaan het toch één keer opnieuw doen. Want ik zeg wel dat die eerste plaats me niet boeit. Maar op zich boeit me de top 3 zeker wel. Laatste keer. Aangezien we echt anders nergens komen. We gaan dit gewoon doen. Staan we nu al vooraan? Kijk, die Formule 1 auto's hou je echt niet bij. Oké. Merk je niks van. We doen het gewoon even helemaal opnieuw. Gewoon. En nu maakt het mij echt niks uit. En ik weet dat ik tegen mezelf lieg. Maar goed, dat maakt even niet uit. Tom was enger. Hij is heel eng. Ziet er ook wel heel eng uit. Ga eens aan de kant, jij. Hoppakee. Oh ja, ik zag je wel. Je wou me een heel vervelend tikje geven, maar dat gaan we niet doen. Kijk, en op dit moment kun je gewoon bijna alle controls loslaten, want het is gewoon rechtdoor. Dus als je gewoon gas blijft geven, is dit geen enkel probleem. Well done, Daniel. You're leading your class. Dat is mooi. Nu alleen nog volhouden. Oké, gas geven, zo snel mogelijk sneller gaan. En dan hem inhalen. You're currently second in your class. Geen probleem. Nu weet ik dat zometeen een weg naar een bocht naar rechts is. Nee, een bocht naar links. Ik zie hem wel. Ik zag die bocht wel. Nu komt er ergens een bocht naar rechts. Kijk, gewoon binnen bochten pakken, dat is heel makkelijk. Welke race je ook doet. Binnen bochten pakken is heel makkelijk. Die weg is dan namelijk korter. Hij is gevaarlijker. Maar hij is ook korter. Kijk, dit scheelt weer heel wat. Deze bocht hebben we namelijk snel genomen. Terwijl de rest daar achter ons een beetje probeert in te halen. Lukt ze ook wel hoor. Want die bochten zometeen, daar gaan wij heel erg slecht op
wezen. Hebben we net ook al heel slecht op gegaan. Dus daar ga ik nu ook vanuit. Oké, ik laat hierbij even los. Kijk, dat ging bijna verkeerd. Oké, kom op. We kunnen het. Oké, volgens mij komt er zometeen dan die hele scherpe bochtjes. Oeh, gaf je mij bijna een vervelend tikje. Moet je niet in, gozer. Vervelende tikjes hou ik niet van. Ja, en daar gaat het juist altijd mis. Die 6 hours. Stop nou eens even met mij vervelende tikjes te geven. Geef je tegenstanders achter mij maar vervelende tikjes. Vinden hun veel leuker. Gewoon laten rollen op dat moment. Nou, dat was 1 lap. Het probleem alleen nu is dat het donker wordt. Oké, succes. Gaan we dan in die zandbak spelen. Ik zie namelijk geen hand voor ogen. En dat is even het probleem. Ik zie niks. En ik weet dat dit gebeurt, het donker worden. Bij 24 uur Le Mans. Want in een normale dag, 24 uur, wordt het zeker ook donker. Dus alleen maar hopen dat het snel ochtend wordt. Maar dat is pas over 6 uur. Of zelfs 12. Ligt eraan hoe de game zon en nacht gebruikt. Oké, langzaam de hand remmen. En weer door. Het bochtje is heel vervelend. Maar als je hem goed neemt, valt het ook wel hartstikke mee. Oh god, glitchy texture. Nou, op een rechtdoorgaande weg is dat niet zo erg. Kan het alsjeblieft alweer licht worden? Dan zie ik tenminste wat er vlak voor me gebeurt. Nu zie ik alleen maar dat er iets is. En ik zie liever wat er is dan dat er iets is. Ik zie liever alle twee eigenlijk. Maar dan liever precies wat er is. Oké, kom op. We kunnen het. Ja, deze bocht weet ik nu te vinden. Ik weet ook hoe je moet pakken. En alsjeblieft, word nou dag. Schemer is nog vervelender dan nacht. Maar nacht, dan zie je zo weinig. Dus dan moet je veel voorzichtiger gaan rijden. Nee, dat is niet fijn op dit moment. Oké, kom op. Oké, nog maar eentje voor me. You've reached the 12-hour mark. Goed, en nu moet het alleen maar licht worden, graag. Deze halen we sowieso wel in, als het licht wordt. Welk mens kan er trouwens 24 uur racen? Dat snap je nou ook weer niet. Want ze gaan ook echt niet wisselen met chauffeur. Welke persoon kan er nou 24 uur een auto besturen? Ja, misschien met heel veel koffie, maar ik zie ook geen koffiedrinkmotor hier. Oké, ga eens aan de kant, jij. Het wordt weer dag. Oké, nu vol gas, alsjeblieft. Deze auto moet toch sneller kunnen? Oké, nou ja, we hebben wel een beetje achterstand opgelopen, maar de rest heeft ons niet ingehaald. Aangezien we een beetje
in het midden van de weg stonden. Oké. Weet je wat het probleem is? Ik ben bang dat we die er niet meer inhalen. Want ook al rijden we nu top speed, en druk ik hem volledig door de vloer in, hun hebben, weet ik veel, 400 km per uur motor. Dus ik weet niet wat hun hebben voor auto, maar hun hebben, kunnen echt veel sneller volgens mij dan ik. Ook al zie ik ze daar alweer op de kaart verschijnen. Oké, daar is die alweer. Die bochten, daar ga ik nog wel profijt van maken. Als we hem in kunnen halen, dan hebben we die ander ook meer in de buurt. Maar er is nog een hele klus om hem in te halen. Oh, die andere is hier ook al. Oké, we krijgen ze alle twee in de minimap. Deze zit vlak voor me. En die andere is een stukje verder. Als we die volgende bocht gewoon vlekkeloos kunnen pakken. Nou, vlekkeloos was het niet. Maar als we nu snel weer kunnen versnellen, dan is alles goed. Maar het is nu echt tussen hun en ons. Oké, okay, hem halen we binnenkort wel in. We're now 18 hours into this event. Ja, maar ik ben bang dat we de eerste niet meer inhalen. Oké, okay. Daar gingen we echt veel te snel in. Nou, dan zijn we die twee weer gewoon kwijt. Maar ja, we blijven wel derde. Nou, ik zie hem nog rijden. Die andere zie ik op zich ook nog wel rijden. Maar er zijn niet echt plaatsen waar ik hem makkelijk kan inhalen. En met, als hun achter ons de vervelende tikjes blijven uitdelen, dan komen we ook niet veel verder. Hij is daar. Ik zie hem nog niet op de minimap, maar ik zie hem wel voorbereiden. Nee, jongens, ga maar uit van een derde plaats. Nou ja, weet je, derde vind ik al heel wat beter dan de laatste de vorige keer. Dus we komen tenminste ergens. Oh shit, vierde. Vierde vind ik helemaal niet fijn. Maar niet dat het mij heel veel kan schelen op dit moment. Ja, en dat gaan we dus proberen te doen ook in die laatste twee minuten. Maar we maken wel heel veel verlies qua meters bij hem. Nee, jongens, gaan we uit van vierde. Ze zijn echt alsof hun echt een snellere auto hebben dan ik. Zal waarschijnlijk ook wel zo zijn hoor. Want elke centimeter die ze hebben, die pakken ze wel. Wacht even, hier zou ik nog tijd kunnen winnen. Hoppakee. Nu alleen nog deze plaats behouden. Derde plaats. Nou, het is beter dan de vorige keer. Vorige keer waren we echt laatste van onze klas. En nu zijn we derde. Alleen behouden. Afknijpen, dat fijne gevoel en dat het leuk is. En uitgaan van dat dit niet helemaal vlekkeloos nog gaat lopen. Nou, ik gok als ik nog ongeveer zo'n 6 uur langer had, dan had ik hun wel ingehaald. 12 uur langer misschien. Nou, nog 25 minuten uitrijden. Dat vind ik nou zo leuk aan die 24 uur race. Die plaats van jou maakt echt totaal niks uit. Hoppakee. 9e plaats. Nou, helemaal gewonnen hebben we niet. Helemaal gewonnen hebben we niet, maar we zijn derde in onze klas. En dat vind ik niet erg.
Kijk maar, derde van onze klas. Dus dat is best aardig. Krijgen we nog wat? Geld of zo, weet ik veel. Oeh, payment. Nou. Leuk. Heel wat geld. Nou, het is niet verkeerd. We hebben een miljoen verdiend in deze season. End of season 3. Event wins 4. Money won. 1,3 miljoen. 48.000 reputation earned. En we staan op 450 in de all-time standings. Qua reputation. En end of the season staan we qua team. Qua hoe we verdiend hebben op 85ste plaats. Nou, oké. Sure, ik wil er ook best een goed gevoel in hebben. Maar of dat ook echt waar is. Jongens, wordt season 4 nou echt ons beste seizoen tot nu toe? Dat gaan we zien. Niet vandaag, dat gaan we de volgende keer zien. Maar de volgende keer gaan we weer een normaal race event doen, ga ik vanuit. Volgens mij moeten we er nog 3 in Europa doen. Ja. Tegenstanders, maak je maar klaar, want wij gaan weer de weg op. De finish komt eraan. Jongens, maar dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu valt het voor mij nog maar 1 zeggen. Dus kijk eens even duimpje omhoog. Geef mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Ik vond vandaag een leuke race. Ik ben blij dat de plaats niet zoveel uitmaakte. Dus al dat stress van, we moeten eerst worden restarter, was eraf. Vond ik een keer mooi. Ja. We hoeven vandaag ook geen sponsors te kijken. Dat vind ik ook even lekker geruststellend. Het was vandaag gewoon eventjes een to finish race. Gewoon rijden tot de finish. En kijken hoe ver je kan komen. Nou, derde van onze klas vind ik niet slecht. Want de vorige keer waren we laatste van onze klas. We maken vooruitgang. Jongens, de volgende keer dus. Een volgend race event in de Great World. Zien we de volgende keer. Want nu valt voor mij nog maar 1 te zeggen. En dat is... Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.